Welkom, ik ben Ruben Gonjen van firma Kaap en dit is de 11e tutorial van het pakket Minibike in Singulus. In deze tutorial gaan we de wielophanging plaat maken. Hiervoor starten we net als bij de vorige tutorial een nieuw ISO sheet metal. En dit keer gaan we wat verder in op het bewerken van een sheet metal. Als eerst starten we wel weer met een rectangle bij center. En net als bij de vorige tutorial geven we het ZX-plane aan als plane waar we gaan tekenen. We kiezen dus voor de plane lock. We klikken op de origin en plaatsen om de contour neer te zetten. Van deze region gaan we met de steering wheel weer een stuk plaatmateriaal maken. Met dit keer een dikte van 5 mm. De functie Smart Dimension gebruiken we om de overige bemating aan te brengen. Klikken dus op de linker edge. Geven een hoogte van 120 mm. En het plaatmateriaal mag een breedte krijgen van 70 mm. Nu klikken we op de functie Line. En we selecteren het voorste plane. Klikken op de Plane Lock om zeker van te zijn dat we ook echt op de plane tekenen. En we selecteren als eerste het bovenste punt van de linker verticale lijn. Vervolgens klikken we op de rechter verticale lijn en we zorgen dat de lijn als schuin staat. Let op het kleine icoontje naast de cursor dat aangeeft dat je ook werkelijk op die lijn aan het werk bent. En wanneer we vervolgens op select drukken, kunnen we van de region die is ontstaan, kunnen we geometrie gaan weghalen. We klikken op het steering wheel. En wanneer we het er doorheen bewegen, zie je dus dat SolidEdge automatisch herkent dat we nu het materiaal willen weghalen. En wanneer we klikken en we klikken op Select, zien we dus dat er netjes een stukje is afgehaald. Vervolgens klikken op de functie Angle Between. We klikken nu op de linker verticale lijn en op de schuine lijn. En we kunnen nu alsnog de bemating gaan aanbrengen. Deze bemating mag 45 graden worden. Zorg ervoor dat de goede groene pijl is geselecteerd, dat dus de bovenzijde blauw is. En druk op Enter om de bewerking aan te passen. Vervolgens gaan we nog een stukje tekenen met een rectangle bij center. Selecteren we het voorste vlak en klikken daarbij op de Plane Lock. We klikken dan willekeurig in de geometrie en zorgen ervoor dat de rand netjes aansluit op dat van de geometrie. Vervolgens klikken we op een arc by 3 points. Selecteren het linker uiteinde van de bovenste horizontale lijn. En hetzelfde doen we bij de onderste horizontale lijn. En bij het plaatsen letten we erop dat naast het cursor het kleine icoontje verschijnt van de tangentheid. Wanneer dat gedaan is, kunnen we hier nog bematingen gaan aanbrengen. Klikken op de functie Smart Dimension. Klikken op de bovenste horizontale lijn van een profiel. En geven deze een breedte van 24 mm. Verder selecteren we nu de rand van een cirkel. En geven deze een radius van 6 mm. Met de functie Select zien we nu dus weer dat er verschillende regio's zijn ontstaan. En we selecteren de twee regio's die we net hebben gecreëerd. Door Ctrl in te drukken kunnen we dus meerdere regio's selecteren. Vervolgens klikken we weer op de pijlen van de steering wheel. En wanneer we deze door de geometrie heen halen, zien we dus dat we een zogenaamde cut kunnen toevoegen. De hoogte moet natuurlijk nu nog wel worden ingesteld. Dus klik op de functie Smart Dimension. Klik op de onderste. En we kunnen op de rechter verticale lijn klikken. Wat we dan doen is aangeven welke zijde we willen aanpassen. We willen natuurlijk het vlak aanpassen van de cut die we net hebben gemaakt. En we willen dat deze 29 mm vanaf de onderzijde geplaatst wordt. Dus wat we nu zien is dat we heel eenvoudig de hoogte kunnen instellen. Voor het overzicht zetten we de sketch nog even uit. En de geometrie van het onderdeel is nu gereed. En we kunnen dus de materiaaleigenschap voor het onderdeel gaan toevoegen. Wederom doen we dat via de Application button.
Properties en Material Table en kies je hier voor het materiaal Steel. Het onderdeel kan nu worden opgeslagen. Dat doen we onder de naam Wielophanging Plaat. En het bedrijf of naam of school kan worden ingevuld. Documentnummer is 2002, revisie is A en de projectnaam is Minibike. In de map waar de andere onderdelen ook opgeslagen zijn, zien we dus al dat het de andere sheet metal nu ook te zien is. En we klikken voor de naam en geven deze de naam Minibike 2002 wielophanging plaat A. Wanneer het gedaan is, kan het venster worden afgesloten en is het 11e onderdeel voor het project Minibike in Singulus gereed.